We staan met Maurice Dorfman van de veiligheidsregio Kennemerland op de Emmerikweg in Haarlem. Wat is hier precies gebeurd? Ja, gisteravond even voor 11 uur heeft de brandweer bij de meldkamer een melding binnengekregen van brand in een industriepand. Bij aankomst van de eerste eenheden kwam er een aanzienlijke rookontwikkeling uit het pand vandaan. Vlammen waren zichtbaar en daarop heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand. En niet veel later hebben we opgeschaald naar zeer grote brand, omdat de brand zich toch behoorlijk snel ontwikkelde. Bij de brand kwam veel rook vrij. Zijn er personen gewond geraakt? Ja, bij de brand kwam behoorlijk wat rook vrij. Gelukkig benedenwindsgebied geen bebouwing of bewoning. Het ging over weilanden richting de A9. Dus voor bewoners of omwonenden was het niet gevaarlijk. En bij de brand zijn zelf geen gewonden gevallen. Er zijn goederen uit de panden gehaald, maar de bakkerij kon doorgaan. Hoe zit dat? Ja, het is een gebouw in L-vorm. Rondom het object wat in brand staat, daar is een bakkerij, er zijn meerdere bedrijven. Het bakproces is gestaakt. Wij hebben toch samen met de eigenaar een aantal broden naar buiten kunnen halen. De bakkerij zelf lijkt behouden te blijven. Er zijn ook wat goederen naar buiten gehaald. Kun je daar wat over zeggen? Ja, wat ik zelf ook gezien heb is dat een aantal auto's, historische auto's, wat raceauto's, veilig zijn gesteld. Of ze daadwerkelijk uit de panden vandaan kwamen of buiten op straat stonden, dat beeld heb ik niet scherp. Maar gelukkig hebben een aantal mensen eromheen wel een aantal auto's en wat andere goederen kunnen veiligstellen. Op de achtergrond is nog rook zichtbaar. Is de brand al meester? Nee, we zijn nog druk ingezet op de blussing. We zitten wel in de zogenaamde statische fase van de brand. Het lijkt erop dat de blussing goed effect heeft. Rook wordt minder, vlammen zijn nagenoeg weg. Dus ik verwacht echt wel binnen een uur dat we het zijn brandmeester kunnen gaan geven. Is er al iets bekend over de oorzaak van de brand? Nee, daar kunnen we in dit stadium nog niets over zeggen. In de loop van de ochtend zal de politie samen met de brandweer onderzoek gaan verrichten. Mensen gaan bevragen om te kijken wat mogelijk de oorzaak is en of we überhaupt de oorzaak nog kunnen achterhalen.